De Dordtse gemeenteraad lijkt in meerderheid akkoord te gaan met een omstreden huizendeal. 7 monumentale panden kunnen in 1 dag door de gemeente worden gekocht en doorverkocht met 400.000 euro winst. Ze staan op het Groothoofd, een van de mooiste plekjes van Dordt. Huurders proberen dat ook al jaren om hun panden daar zelf te kopen. Maar tot een afgrijzen verkoopt wooncorporatie Woonbron ze nu via de gemeente aan projectontwikkelaar Dudok. Ik kan me er echt niet in vinden en ik krijg echt een beetje de indruk dat het... Laten we zeggen, een beetje voorgekookt is. We hebben het gevoel dat we als bewoners helemaal buitenspel gezet zijn. En dat we eigenlijk belazerd worden. Op basis van een afspraak uit 1995 moet Woonbron de panden voor 6 ton aan de gemeente verkopen. En die verkoopt voor 1 miljoen door aan Dudok. Maar die panden zijn toch veel meer waard, denken veel mensen. Is dit een zaakje dat stinkt? Nou, het is niet zozeer dat het zaakje stinkt. Het is denk ik alleen als je als gemeente hebt over dat je geen aanbestedingen hoeft te doen. En je voor zover er tegen een marktconforme prijs verkocht gaat worden, dan moet je als gemeente, wat mij betreft dan ook, of wat de fractie betreft dan ook, zelf het initiatief in handen nemen. Door ook een opdracht te geven tot taxatie. En dat is nou juist wat de gemeente verzuimde. Maar werd daar de mos wijst erop dat er al 2 taxatierapporten liggen. Ja, de taxatie is gedaan in opdracht van de 3 partijen. De enige fout die ik heb gemaakt, want je moet altijd bij jezelf zoeken, is dat er niet gewoon de opdracht had gestaan in opdracht van de gemeente. Dan waren we van de hele discussie af geweest. Sommige partijen vragen zich af waarom de panden niet verkocht worden aan de hoogstbiedende of de huidige huurders. Maar de gemeente wil per se dat alle panden naar Dudok gaan om ongewenste ontwikkelingen in de toekomst te voorkomen. Als 1 particulier was geweest die de hele handel had willen kopen, dan had het in het verleden misschien gekund. Maar die is er niet geweest. De ontwikkelaar heeft aangebeld. En overigens ontwikkelen betekent in dit geval gewoon zorgen dat het als monument er netjes bij blijft staan. Want het is beschermd stadsgezicht. De Dordtse gemeenteraad beslist op 9 mei of de omstreden vastgoeddeal doorgaat.